is Jona. Jona heeft ontdekt dat er in een muziekwinkel ook goede muziek te koop is. Jona vindt zijn gewenste compact disc en besluit ermee naar de kassa te lopen. Deze graag. Dat is 8 euro als je... Nee, is iets te duur. Vind je iets te duur? Oké, okay. Ja. Zet ik hem weer terug. Oké. Okay. Jona heeft een beter idee dan geld uitgeven. Hij kan het allemaal gewoon gratis downloaden. Het downloaden van copyright materiaal is immers legaal in Nederland. Wat hij echter niet weet is dat het uploaden van andermans materiaal wel illegaal is. En met de meeste torrentprogramma's wordt het bestand dat je downloadt ook direct geüpload voor anderen. Dit is de computer van Jona, een Apple. Zoals we net al zagen was hij van plan het album van Metallica te gaan downloaden. Maar hij moet dat van een andere computer zien te halen die het bestand al heeft. Dit zijn de zogenaamde seeders. Zij sturen het bestand naar onze computer. Maar dit gaat niet al te snel als het er maar één is. Nu er meerdere seeders bijkomen wordt de downloadsnelheid steeds hoger en wordt het steeds makkelijker voor ons om het bestand snel te kunnen downloaden. Maar er werkt ook een negatieve factor op de downloadsnelheid. Dit zijn de leechers. Dit zijn andere computers die het bestand ook graag willen downloaden. Zij verhinderen het downloadproces, waardoor het weer een stuk langzamer gaat. Daarom moet je eigenlijk altijd als je iets wil downloaden, meer seeders hebben dan leechers. Dit is ongeveer het torrentsysteem. We zijn hier bij de studio's van Radio Patapoe. En we gaan dus nu een bezoekje brengen aan Casper. Die hier ook zijn eigen show heeft. En zijn studio is hier beneden. Alleen, we moeten Casper zelf natuurlijk wel een beetje anoniem houden, dus hij mag van mij wel even mijn muts lenen. Hoe ben je hier eigenlijk beland? Hoe begon het? Ik kende al mensen in de scene, als het ware. En die vroegen mij of ik ook geïnteresseerd was in een programma, omdat ze weten dat ik echt een muziekliefhebber ben, dus ik heb dat aanbod meteen aangenomen. En doe je dit in je eentje? Nee, normaal heb ik nog een sidekick, Abel, die helpt mij met het presenteren van het programma, het samenstellen van de playlist. Alleen, we maken ook soms individueel programma's als de een niet kan, dus. Maar we doen het wel samen. En wat is jullie rol op Radio Patapoe? Onze rol? Nee, we staan een beetje bekend als de Jugendabteilung van Radio Patapoe. Ja, we worden wel gezien als de toekomst van het radiozender. En ons programma wordt ook wel alom gewaardeerd bij de andere radiomakers. Dus ik wil wel zeggen dat we een actieve rol hebben bij Radio Patapoe. Is dit aan te tonen hoeveel luisteraars jullie gemiddeld hebben? We zeggen altijd tussen de 5 en de 5000. dat is min of meer een grapje binnen de radio, want we kunnen het niet echt kijken. We kunnen wel kijken hoeveel mensen online luisteren. Dat zijn er meestal tussen de 10 en de 20. Maar het wordt steeds meer en ook... Ik zet de uitzending dan op de website en daar luisteren heel veel mensen later nog. Dus we hebben wel genoeg luisteraars. Oké, maar waar halen jullie muziek vandaan? Waar halen we onze muziek vandaan? Van de Pirate Bay meestal. Maar ook soms van YouTube download ik wel eens een nummer. Of als ik iets echt niet kan vinden, dan gebruik ik SoulSeek peer-to-peer programma's. Je kan alles wel vinden op het internet eigenlijk. Ik zie hier heel veel apparatuur om jullie heen staan. Hoe zijn jullie hier aangekomen? Daar ben ik eigenlijk niet mee bekend. Ik denk dat we dat in de loop der tijd bij elkaar hebben gesprokkeld. Ik zit hier natuurlijk nog niet zo lang als de meeste mensen. Maar ja, sommige apparatuur is heel oud, andere zijn wat nieuwer. Het is gewoon maar net wat het aanbod is. Soms dan ken je iemand die heeft een leuk mengpaneel of een goede microfoon en dan krijg je het. Het blijft illegaal. Hoe groot is de kans dat jullie gepakt worden? De kans dat wij als persoon gepakt worden is inmiddels niet zo groot meer. Omdat de politie heeft niet meer het recht om een echte inval te doen. Maar het gebeurt wel regelmatig dat we brieven krijgen van vaak agentschap Telecom of we de zender willen verplaatsen. Dus dan moeten we dat weer doen. Dan moeten we weer ergens anders heen, zodat de locatie weer even onbekend is. Dus het is eigenlijk een voortdurend kat-en-muisspel tussen Patapoe en de politie, de regering. Maar dat houden we al 30 jaar vol. Dus ik ga ervan uit dat dat nog wel even blijft gebeuren. Maar gaat het alleen om de zender of ook om deze studio die dan moet worden verplaatst? De studio is in principe niet illegaal, dus die blijft gewoon. Het gaat vooral om de zender. Oké.
En ja, is de politie hier zelf al geweest? Ja, er zijn al wel eens, vooral vroeger, voordat ik hier zat, zijn er wel invallen geweest. Hebben ze ook alle apparatuur meegenomen. Dit is ook niet de eerste studio waar we zitten. Hiervoor zaten we in verschillende andere panden, maar nu zit Patapoe hier wel al wel een aantal jaar. En ja, maar er zijn dus wel invallen geweest. Oké, okay, en dan nog even een laatste vraag gewoon voor het leuke. Wat voor genre spelen jullie twee? We draaien voornamelijk alternative rock music. Dus nou ja, varieert van Radiohead, best een bekende naam, tot onbekendere nieuwe bandjes die we vaak draaien. Maar we hebben ook soms een uitstapje. Soms doen we wel eens wat hip-hop of we doen wel eens wat meer pop georiënteerde muziek. Dus het is toch een vrij divers programma wel. Maar we focussen wel op nieuwe muziek. Oké, okay, hartstikke bedankt Casper. We zijn een stuk wijs geworden, denk ik. Nou, graag gedaan. Sinds er zoveel gepirate wordt, loopt mijn platenmaatschappij grote verliezen. Hierdoor kunnen er steeds minder cd's worden geproduceerd. Potjan Dori! Come aboard, you little buccaneer! Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate! Your heart is indeed. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate! You are a pirate! Je stelt geen tasjes! Je stelt borstel niet! Je stelt geen fiets! Je stelt geen cd's! En stopt ze ook niet in je zak! Toch! They can do.